Vrijheid betekent voor mij dat iedereen zijn eigen keuzes kan maken voor de toekomst. En dat kan alleen maar als je zekerheid hebt. Als je er zeker van bent dat je er niet alleen voor staat. In mijn huis in Steenwijk bevindt zich deze kast. En in 1940-45 moesten mensen zich hier verstoppen om wie zij waren. Wat mij betreft betekent 4 en 5 mei dat nooit meer in onze democratie. Jezelf kunnen zijn. Het allereerste artikel van onze grondwet. Dat we allemaal gelijk zijn voor de overheid, ongeacht waar we in geloven, van wie we houden of hoe onze achternaam klinkt. De ruimte om eigen keuzes te maken, fundamentele keuzes over hoe je je leven wil inrichten. Over de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden verhalen te vertellen. Maar er is één gegeven wat ik altijd heel erg bewonder. En dat is het feit dat dit land 75 jaar geleden volledig in puin ligt, maar dat de Nederlanders van toen niet bij de pakken zijn neer gaan zitten. En hebben een land opgebouwd, mooier, vrijer en welvarender dan ooit tevoren. De daadkracht en de veerkracht van onze ouders en grootouders moet een inspiratiebron zijn voor ons nu in coronatijd. Vrijheid betekent voor mij dat je overal en altijd veilig jezelf kunt zijn. De straat op kunnen gaan wanneer ik wil, de kleding kunnen dragen die ik wil, het beroep kunnen uitoefenen dat ik wil. Overal zichtbaar jezelf zijn. En natuurlijk kunnen zeggen wat je vindt. Zoals bij de klimaatdemonstraties waar jongeren samen met ouders en grootouders de straat op gingen. Vrijheid moet je koesteren, want je ervaart het pas als je het niet hebt. De afwezigheid van angst, van anderen die ons vertellen hoe we ons leven moeten leiden. De vrijheid te zijn wie je wil zijn. Daar de keuzes bij te maken die voor jou het allerbelangrijkste zijn. En de democratie is ons belangrijkste vehikel daarvan. Het is iets heel bijzonders en iets heel fragiels. Belangrijk om dat ons te realiseren. Zeker nu, 75 jaar na de bevrijding. Dat wij de keus hebben om onze kinderen naar een christelijke school te doen. Vrijheid betekent voor mij ook dat we op zondag op mogen gaan naar Gods huis. Vrijheid betekent voor mij je geestelijk en fysiek vrij voelen en vrij zijn. Als defensiewoordvoerder weet ik hoe belangrijk het is dat onze militairen zich inzetten voor de fysieke veiligheid van mensen in Nederland en de hele wereld. Vrijheid betekent voor mij alles wat je zo ontzettend mist als het je afgepakt wordt. Als je geknecht wordt door onderdrukkende machten, zoals mijn opa dat ervaren heeft in het Duitse werkkamp. Niet bij je gezin kunnen zijn, je zaak niet open kunnen houden, niet naar de kerk kunnen gaan, niet naar huis kunnen schrijven hoe het echt was. Vrijheid is de ruimte om het goede te doen. Een democratische rechtsstaat is zo waardevol omdat het die ruimte beschermt tegen onderdrukking en dwingelandij. Dit is een foto van de bevrijding van Noorbeek, het dorp van mijn vader. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. En die vrijheid, die vier ik nog elke dag. Want met de bevrijding kwam weer de kans om te zijn wie je wilde zijn. Te zeggen wat je wilde zeggen. Om je leven te leiden zoals je dat wilde. Die vrijheid die ik elke dag ervaar, die hebben we te danken aan 75 jaar geleden, toen we de vrijheid eindelijk weer konden voelen. 75 jaar vrijheid betekent voor mij dat ik kan geloven wat ik wil en kan spreken vanuit mijn hart. Je vleugels uit kunnen slaan en vooral kunnen zeggen wat je voelt, wat je denkt, wat je vindt, zonder bedreiging, zonder angst, zonder belemmering, zonder geweld. En die vrijheid die we zo zwaar hebben bevochten, die moeten we koesteren. Dat ik kan zeggen wat ik wil zeggen. Dat ik kan gaan en staan waar ik wil gaan en staan. En dat ik kan zijn wie ik wil zijn. Maar vrijheid is voor mij ook dat anderen vrij zijn. De mogelijkheid om sommige dingen te delen met andere mensen. En andere dingen juist voor jezelf te kunnen houden. Maar vrijheid is niet gratis. Ik ben geboren op 4 mei, de dag van de dodenherdenking. En ik weet dus van jongs af aan dat er mensen zijn die een hoge prijs hebben betaald voor onze vrijheid. Vrijheid voor mij is een geschenk om te koesteren. En dat moeten we ieder jaar vieren. Vrijheid betekent voor mij ook stilstaan op 4 mei bij de ontberingen die mijn opa, zijn broer en mijn overgrootvader in de oorlog hebben meegemaakt. Ze werden te werk gesteld in de werk- en strafkampen in Noord-Duitsland. En helaas kwam de broer van mijn opa niet weer terug. 75 jaar vrijheid. Dat betekent voor mij ook een opdracht. En dan moet ik denken aan het Van Randwijk monument in Amsterdam, waar ik eigenlijk mijn hele leven al langs fietst. En aan de tekst. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht. We leven in een land waar voorspoed, vrede en welvaart bijna vanzelfsprekend zijn. We moeten niet vergeten dat we daarvoor moeten blijven vechten. Je eigen keuzes kunnen maken, dat je stem wordt gehoord en dat kinderen hun dromen kunnen najagen, omdat ze kansen krijgen. Dat je kan leven zoals je wilt leven en dat je je geluk kan nastreven. Vrijheid, dat is het gevoel dat ik had als kind. Liggend in het gras, kijkend naar de lucht. We moeten zorgen voor bestaanszekerheid, voor veiligheid, voor kansen. Zodat iedereen zo af en toe dat gevoel kan beleven wat ik als kind beleefde van vrijheid. De mogelijkheid om te werken in vrede en veiligheid voor een betere wereld. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Ik sta hier in Korf en de Zand, waar onze grootvaders en vaders in het begin van de Tweede Wereldoorlog vochten voor die vrijheid. En uiteindelijk kregen we die terug. Vrijheid is veilig zijn, vertrouwen kunnen hebben en kunnen kiezen wat goed is in het leven. Vrijheid betekent voor mij dat ik als landbouwwoordvoerder tussen de boeren kan wonen, maar het niet per se met ze eens hoeft te zijn. Kunnen zijn wie je bent, kunnen zeggen wat je wil. Met maar één beperking, zolang je de vrijheid van iemand anders maar niet aantast. Jezelf kunnen zijn en je eigen keuzes kunnen maken. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat je daarvoor wordt opgepakt. En de taak van de democratie, van mezelf als volksvertegenwoordiger is om daarvoor op te komen, pal te staan voor die vrijheid. Dat vind ik een dure plicht. Naar alle mensen in Nederland en naar alle mannen, soms jongens nog, die hier liggen. Die kwamen vechten voor onze vrijheid, maar er zelf niet meer van konden genieten. Het geeft mij de mogelijkheid om te zijn wie ik ben en het geeft me de ruimte om te kunnen doen wat ik wil. Aan geluk moeten we zelf werken. Aan vrijheid werken we met z'n allen. Vrijheid betekent voor mij dat ik uit volle overtuiging kan opkomen voor de doelgroepen die ik een stem wil geven. Dat kan je doen met woorden, maar soms zijn beelden nog veel mooier. Fotografe Britt Roelsen van Museum Eindhoven maakte twee portretten. Eén, zoals ze vindt dat ik er op mijn beste dagen uitzie. Heel mooi. Maar ook één, waarvan ze zegt, zo had je eruit gezien als we de oorlog niet gewonnen hadden. En als je dat ziet, dan denk je, we moeten leren van het verleden en we moeten werken aan een betere toekomst. Gelijkwaardigheid van mensen, broederschap tussen volkeren en solidariteit met hen die het minder hebben. Laten we de komende 75 jaar pal staan voor vrede. Op naar 5 mei vrij.